brug daar, dat is de officiële grensovergang van Guatemala naar Mexico. Maar zoals je ziet, er zijn een tal van plekken langs de grensrivier waar illegalen voor een paar pesos de oversteek kunnen maken. Van rest Guatemala naar links Mexico. Dag in dag uit smokkelen schippers hier mensen de grens over. En dit is niet de enige illegale oversteekplaats. Es que el problema es de que nos, aquí hay bastantes pasos, va este paso del limón, este el paso de los rojos, el paso del palenque, el paso del coyote. Niet voor niets noemen de Mexicanen dit de vergeten grens. We volgen de route van de migranten en komen uit in Tapachula, een provinciestad in het arme zuiden van Mexico. In een jaar tijd is het straatbeeld hier flink veranderd. Talloze Afrikanen mengen zich tussen de Mexicaanse inwoners. Met kleine baantjes op straat proberen ze wat pesos te verdienen. Een paar kilometer verderop hebben illegale migranten uit Afrika een tentenkamp opgeslagen. Dag in dag uit staan ze in de rij bij de Mexicaanse immigratiedienst. Je suis Camerounais. Âgé de 37 ans. Comment es-tu allé ici? Arrivé ici? Ah, nous sommes passés à l'âge jeune, comme tout Camerounais, comme tout Africain. Vous êtes d'où? Mauritanie. Moi, je suis venu ici à pied. J'ai marché pour venir ici. Quel pays as-tu marché dans Amérique Sud? J'ai quitté à Panama, dans la forêt, j'ai marché. I'm from Ghana. And what are you doing here? We are all trying to get a better future. That's why we risk our life from our various countries to be here. Tapachula biedt de migranten geen opvang. Wie hier aankomt, is op zichzelf aangewezen. This is my tent. Okay. Who is living here? A friend. We are all Ghanaians, so we cannot complain. We cannot question anyone because we choose to come and we choose to go where we are going. So we cannot ask anyone. But sometimes we find it difficult in terms of eating, where to sleep, at least where to take your bath. You have to go to the riverside to take your bath. Tapachula is het voorlopige eindstation geworden voor duizenden Afrikanen die de Verenigde Staten proberen te bereiken. Wie hier aankomt, heeft al een halve wereldreis achter de rug. Vanuit Afrika vlogen ze naar Zuid-Amerika. Om in busjes over het continent te trekken, naar het noorden. Onderweg corrupte grensbewakers omkopend. Het is een lange en riskante tocht. En met name de route over voetpaden door de Panamese jungle is berucht. Het was niet easy from Colombia to Panama. It wasn't easy. You have to pass through a jungle with armed robbers. We came with people. Others were killed. And women were raped. And we were lucky to survive. So. J'ai tout vu. J'ai vu les kidnappers, les criminels et tout ça. Il y a des cadavres dans l'eau. Il y a des problèmes là-dedans quand même. Nous sommes passés dans la jungle de Colombie-Panama et moi j'ai fait 9 jours là-bas. Trop de souffrance. Na die tocht komen de immigranten aan bij de laatste horde richting Tapachula. De hekken die toegang bieden tot de brug over de grensrivier tussen Guatemala en Mexico. Officieel kunnen Afrikanen hier niet zomaar de grens passeren. Maar in de praktijk ligt dat anders. Inmiddels verblijven 3000 Afrikanen illegaal in Tapachula. Ze slapen op straat of, als ze geluk hebben, in deze opvang. Más de Congo y de Camerún. Camerún. Y este Somalia. Ajá. Sierra Leone. También. No se me queda mucho los nombres. Olga Sánchez Martínez kan gerust de moeder Teresa van Tapachula genoemd worden. Haar gehandicapte opvang heeft de deuren nu ook geopend voor Afrikaanse illegale migranten. Hoy día están todos revueltos por el flujo fuerte de migrantes que hay. Este tenemos una cocina, tenemos cuartos de mujeres donde duermen, tenemos cuarto de hombres. Y ahora estamos un poco así como distanciados con tanta gente porque tenemos muchísimas familias. Aquí duermen también en el suelo, en colchonetas, porque ya no caben en las camas. Duermen 50 personas. ¿Full?
completo, en los dos cuartos. Igual duermen en el suelo porque ya no hay camas. El gobierno federal nos dio un poco de comida, arroz y frijoles, aceite, azúcar, lo básico, nos dio el gobierno. In de keuken van Sanchez Martinez leren Afrikaanse kinderen de Mexicaanse tortillas kennen. Es algo nuevo. Desde el año pasado para hoy, para nosotros es una nueva experiencia. La entrada a México es más fácil. En Europa muchos han traído una experiencia de que no les dan papeles, no les dan refugio. Entonces les ha costado un poco más de trabajo de que les den refugio en Europa que aquí en México. In de opvang zijn inmiddels de eerste Afrikaanse kinderen geboren. De Angolese Lucia Gomez Kumbo beviel eind oktober van haar dochtertje Rahab. Lucia maakt zich alweer klaar om verder te trekken. Nós fazemos um programa de sair lá no quê? De sair lá no nosso país. Que vamos passar, vamos ir na América. Mas aqui, problema de documento. Problema de documento, tem que tratar de documento antes de passar. Lucia heeft hetzelfde probleem als de Afrikanen in het provisorische tentenkamp. Zonder de juiste papieren van de Mexicaanse overheid mogen ze Tapachula niet uit en kunnen ze niet door naar Amerika. Je viens à l'immigration tous les jours pour voir comment je peux avoir un papier qui peut me donner libre circulation au Mexique pour pouvoir trouver un travail, quelque chose à faire et pouvoir m'en sortir. C'est déjà très difficile. Ça fait plus de 4 mois que nous sommes là comme ça. I have to wait because I don't have a choice right now, so I have to wait for them to give me the necessary document to continue my journey. Een enkeling mag van de Mexicaanse overheid verder reizen. Maar voor veel Afrikanen geldt dat ze met de bus weer worden uitgezet. Terug naar Guatemala. Ik ben benieuwd wat je vindt van dit verhaal en dat kun je me laten weten door hieronder te reageren. En als je het interessant vindt, je kunt je ook abonneren op ons kanaal. Wij zien je in ieder geval graag weer terug.